ga achteruit. Oh shit, oh nee! Shit. Spoorwegovergang, is hij open of dicht? Ja, oh, dicht, 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 nee! Rem! Nee, dat gaat niet! Oh, scherpe bocht hier trouwens, hoor. Oh ja, ik zie Remmen. Oh shit! Ah, dat is weer die gekke Rus hier. En hoppa, ongevalletje. Hey, ja. Een beetje vodka erbij. Kijk hem driften dan. Ik zweer, je gaat nu echt gekke mensen zien. Wee-o. Ik ben al bezig met opnames hoor. Goed mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP van Amor. Ik ben hier vandaag met een maat en we gaan Euro Truck spelen. Multiplayer en het is echt chaos. Kijk deze drift hè, kijk hè. Wee-o. Dadelijk zie je met drift en aankomen rijden. We pakken gewoon rood hiermee. Ik heb 1% schade. Oh. Ja, nu komen we niet meer terug. Rem doet het. Rem werkt ook niet hier. Ja, knallen gaan erop. Maar ja, dit is dus hoe Eurotruck er op dit moment uitziet. Wanneer rechtsaf, en dan zou het een groen bolletje moeten zien. Ik ga rechts helemaal niet halen hier. Oh jongen, ik heb moeten F7 man. Oh, ben je weg? Ja, maar ik kom naar je toe. Ik kom prio 1 met toestemming. Ah, dat is goeie. Dan zie ik je over 5 uurtjes wel verschijnen. Ja, ja. De eerste keer dat wij elkaar hier deden treffen, was ook hier geloof ik, en toen knalde ik vol hierop. En ja, ik laat het nu op beeld zien, omdat ik dacht dat ik daar onderdoor wel kon rijden, maar dat kon niet. Dus ja. Ja, oh ja, dat klopt ja. Toen kom je de haven binnen. Ja, en toen knalde ik zeg... wachten daarop je. En toen was het niet glad en toch knalde ik ergens op. Kijk hem, kijk ze allemaal driften. Kijk, dat vinden ze hier leuk hè. Even kijken hoor. Rijden... Oh, deze shit hier. We gaan natuurlijk wel even een trailertje ophalen. En dan gaan we vanuit Calais hier, daar zijn we nu, naar Duisburg. Iedereen moet vandaag naar school en naar zijn werk. Dus het is niet heel druk op de server. Maar ik denk dat het niet eens druk hoeft te zijn om chaos te krijgen. Dus wat we gaan doen, ik ga in ieder geval al via hier, arbeidsmarkt. Gewoon een maandjes uit. Ik pak gewoon, zoals je ziet, rechts hier 86 miljoen. Heb ik geloof ik. Dus een maandjes uit. Of ik een trailer pak die naar... Dit zijn alleen mijn caravansje. Maar we moeten natuurlijk wel even vanuit Calais. Ik pak gewoon de eerstbeste trailer. Ook al gaat hij niet naar Duisburg. Ik cancel hem wel gewoon. Dus die kunnen we dadelijk oppikken. Daarna gaan we... Of we gaan nu eerst nog even wachten. Ik ga mijn gamegeluid denken wat zachter of harder zetten. En dan ben ik zo bij jullie terug. Goed, daar zijn we weer. Wij gaan in ieder geval, of ik ga in ieder geval, mijn trailer ophalen. Je hebt er ook nog geen hè, geloof ik. Nee. Ik moet nog ophalen. Goed, dan gaan we die even ophalen. Als we dat hebben gedaan, dan kunnen we richting Duisburg gaan rijden. Hoe ver we komen in ieder geval. We zullen niet de hele rit, want dat is toch best lang denk ik. Hè. En de vorige keer ben ik gekikt, omdat mijn... Ik was zo hard, dat weet je ook nog wel als je bij, je reed voor mij. Ik was zo hard verongelukt tot mijn motor steeds uitviel. En het was donker en ik had mijn licht niet aan. En dan word je uiteindelijk gekikt. Dus laten we gaan. Ik denk dat we niet ver... Oh, kijk hem dan. Goed, let's go. Ik moet hier in ieder geval naar links. Misschien mijn heuvel opkomen. Maar als hij niet naar rechts gaat... Ja, hij rijdt tegen het verkeer in. Ja, ja, ik net ook namelijk. Want ik kon de bocht niet maken toen ik hier omlaag reed. En toen... Ja, toen... Ja. Ik denk dat hij net uit Engeland vandaan komt, dat hij daarom... Ah ja, dat kan wel. Je komt hier vanuit Dover geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Als ik te snel voor je ben of wat dan ook, dan zeg het maar even. Ja, Scania Power. Ja, ik ook. We gaan hier rechts voorbij, denk ik. Nou, hij rijdt wel serieus. Zie jij mij ook echt driften? Want sommige mensen hebben geloof ik niet de wintermot, hè? Ja, want volgens mij is het zo als je niet de wintermot... Nee, wintermot... kut, ja let op. Ja, ik zie het, ik zie het. Oh. Oh. Simpel. Nou, als je zeg maar niet de wintermot hebt... Dan staat bij iedereen zijn naam dat hij wintermot heeft gisteren. Nee. Kijk, dude. Oh. Ik zie het gebeuren. Kom, we gaan hem klem zetten. Hij gaat hem terugkrijgen hoor, echt. Geen genade. Wat deed hij eigenlijk? Afsnijden? Nou, ja, hij ging een zwaar afsnijden. Zat op de rechterbaan. Nee joh, hé hey, joh, daar sta ik ook. Even kijken. Ja, hier is. Waar moet jij je vracht ophalen eigenlijk? Hier,
Links, rechts. Oké. Okay. Ik heb mijn groot licht aan. Nou, die staat. Heb ik. Nu heb ik mijn groen licht aan. Ja, die gas gaat ook naar rechts. Die gaat wel snel hoor. Ik moet naar Stokes, dat is eentje verder. Oh, dat wordt een aanrijding. Oh shit. Oh, oh. Oh, dat heb ik gemist, je bent weg. Ja, ik ben weg, sorry. Ik moet mijn vracht ergens anders ophalen. Oh ja, hij pakt natuurlijk ook nog de route naar gewoon naar mijn bestemming van vracht. Goed, dit is mijn route. Bovenlangs, hè? Ja, bovenlangs. Even heel kort de snelweg op, zie ik. En dan, ja, dan gaan we gelijk de eerste afslag eraf. Ja, links en dan naar het tankstation daar en dan... Ja. Goed, ik zou zeggen, laten we gaan. Ik ga op de map een groen bolletje zoeken. En als ik die heb gevonden... Oh, ik zie jou, huts. Huts. En dan rijd ik nu in jou, denk ik. Nee, je staat hier stil. Ja, ik zit hier met te rijden, ja. Dan wacht ik even. Ja, dan rijd ik nu achter jou aan. Ik zie mensen echt af en toe met die buy DLC kroon ding of zo. Weet je? Ja, dat hebben we nu echt lelijk uit. Ja, dat is jammer. Ook, jij hebt dat geloof ik ook. Waarom rij je niet? Oh, wacht. Daarom. Wow. Ik had ook heel lang tot ik jullie hele halve truck niet zag. Echt? Omdat jullie hadden toch voor 5 euro of zoiets hadden jullie iets gekocht. Oh ja, dat is zo'n tuning pack, man. Ja, maar die heb ik nog steeds niet. Maar dan zie je dus bij heel veel mensen de grill niet. Oh ja, dat had ik in het begin ook, man. Er zit zo'n gat in. Ja, moet hier naar rechts. Dat heb ik net nog gehad. Doet doet. Pas op hier, dan staan mensen stil. Oh. Ah ja, gespot. Ah, dit is niet zo glad. Dat mag niet, nee. Maar dit is ook niet het ergste stuk. Dat komt zo meteen in Duisburg. Achter me aan het kijken. Die kwam al erg hard door de bocht namelijk. Het is wel relaxed rijden zo. Ja, nog wel ja, maar ik heb een beetje trauma's aan die B-wegen. Zeg maar als je niet op de snelweg zit. Oh, een random event of zo. Ja, daar rijd ik zeker dwars doorheen op jou. Ja, ja, het was niet heel erg. Waar wat pionnen en wat bordjes. Maar dat is toch vervelend. Als je zo op iemand rijdt. Stel nou, jij rijdt nou pal voor mij. En je rijdt door zo'n random event wat jij niet ziet, maar ik wel. Ja, ja. Dan is dat voor mij echt opeens van een schrik je kapot. En dan heb je geen tijd meer. Zeker niet met deze mod om nog te reageren. En dan knal je er vol op. En het is niet zo dat je doorheen rijdt. Zoals als er een persoon zou staan. Oh shit. Als er een persoon zou staan. Ja. Dan is het niet dat je er doorheen rijdt zodat, als je een echt persoon zou aanrijden, maar je knalt gewoon op en je staat in één keer stil met 100% damage waarschijnlijk. Dus dat is een beetje een nadeel. Er zijn ook heel veel ongelukken daardoor gebeurd, omdat mensen in één keer moeten uitwijken op een eenbaans of tweebaans weg, weet je wel. En dan moeten ze uitwijken, ja, en dan lig je op je zijkant. Het is in ieder geval fijn dat we hier de oprit opkomen, want nou, we staan uit stil. Ik had die sneeuwmond natuurlijk ook in GTA, maar daar kwam je de heuvel niet op hoor, met je toegang of met je B-klasse of... Nee. Dat was ook extreem. Ja, dat filmpje had ik ook gezien, hè. Dus die gladheidsmod, of de sneeuwmond had ik nog lang, maar die gladheidsmod heb ik er al snel uitgehaald eigenlijk. Als je hier, met deze mod, als je hiermee een grote vracht meeneemt, zeg maar echt, zeg maar die grote van bijna 50 ton en zo. Nou, dat ga ik niet redden, ook, deze bocht. Daar kom je ook niet vooruit. Ja, ik ben ook echt zo hard aan het gaan rennen. Oh. Ja, ik moest wel dit doen. Shit. Oh, wat is er gebeurd, man? Ja, ik kwam met 50 en er kwam geen verbetering in, maar ik heb hem al. Ik zie het, achterop nog eentje. Die gaan mij wel inhalen. Maar die is snel, joh. Gaat hij jou meteen maar inhalen? Ja. Ja, natuurlijk. Please, kom er tegen liggen. Nee, jammer. Wat voor oplegger heeft hij dan? Weet niet, niet op zo'n mini. Ja, was wel iets kleiner, hè? Ja. Hij was ook erg snel.
Ik vind het al knap dat we hier zijn gekomen. Volgens mij zijn we nog niet... Oh nee, de vorige keer gingen we vanuit de andere kant deze kant. Ja. Maar toen was het ook... Let op, tegenliggers. Of inhalen. En tegenliggers. Inhalen en tegenliggers. Nee. Oh shit! Oh, wat een... Oh ja joh, weet je, ga jij maar invoegen jongen. Achter Probe. Mij is er nog iemand geloof ik. Zo. Oh, random event, ja. Oeh, daar heb ik geluk geloof ik. Er was rook vanuit de grond. Ik weet niet of er een autobrand of zo moest voorstellen, maar een auto was er in ieder geval niet. Wacht even, zie jij twee vrachtwagens achter? Nee, eentje. Oh, joh, jawel joh. Ja, wacht, ik ga even iets rustig rijden. Hier is weer een random event waar jullie allemaal doorheen rijden. Wat gaat hij nou doen? Ja, nu knal ik erop hoor. Oh, ik zie het ja. Nee, toch niet. Voor de mensen die nu ongeveer willen weten hoe hard ik nou rem, ik zit nu echt vol in mijn rem. Nu ook, vol de remmen in, maar er gebeurt gewoon niks. Dus daarom dat je eigenlijk geen... Hij gaat naar links denk ik. Onverwachte... Ah, nee, toch niet. Onverwachte situaties moet hebben. Ah, chill. Ik zet als goed is nu achter. Ja. Nou, dit is België. In België? Toch? Ik weet niet. Jawel. Calais is in Frankrijk, denk ik. Ja, maar volgens mij rijden we nu richting Brussel. Thijs, België is in... Ah ja, we zouden anders via Liège gaan. Ja. Ik zag net zo'n bordje met welkom bla. Ja, ik zag het ook wel, man. Ik zit vol te remmen hier, hoor. Ik had even niet aan opletten. Er komt er eentje achter mij, die gaat geloof ik inhalen. Dus die denkt, ik ga lekker... Er komen scherpe bochten aan. Zometeen? Ja. Je hebt zometeen een stuk. Hey, die bochten, die zijn echt niet normaal, hè. Ja, dat is leuk, toch? Kom je echt op. Heb jij een cruise control of iets aan? Nee, oké. Okay. Ja, ik ook. Ja, dat gaat nog best lekker. Ik niks te klagen hier tot nu toe. Kijk dan wat die gozer zegt. Wintermot, sorry. Ja, dat verklaart wel een beetje alles. Let op, hier staat... Nee, oh shit, nee, ja, random ik event. Ben... Ja, nee. Random event. Ja, bij mij niet. Maar wel daarvan al. Dat zou ik allemaal blauwe stipjes staan. Oh, die komt vol op mij af. Achter mij. Op de kaart. Oh. Gaat wat gebeuren? Oh. Hey, die heeft zo'n strik om zijn trailer. Ja, dat is zo van kerst. Oh, let op, let op, let op. Ja. Oh, het wordt hier druk, het wordt hier ja. druk. Nippeletjes aan. Oh, wat is dat? Even waarschuwtjes. Achter ons ook druk. Ja, dat komt dan inhalen hoor. Ja, vooral inhalen op dit stuk waar het zo druk is. Echt goed ja hoor. Spelen met een leven hoor. Ja, het ging wel soepeltjes voor hem. Altijd als ik zo... Oh, remmen. Ja, remmen, precies. Remmen. Ik wilde net zeggen, altijd als ik zo'n blauwe bolletjes... bij elkaar zie. Oh, hier staat een random event ook. Zijn blauwe bolletjes bij elkaar, dat vertrouw je al niet. Shit. Sorry. Oh, dat is niet best. Heb ik jou geraakt? Nee. Maar die andere ook niet, dus... Hey, gast. Nee, wacht. Kut. Tegenliggen. Nee, komt goed. Hey, waarom rijdt mijn vrachtwagen achteruit? Oeh, shit. Oh, nee. Nee. Ja, driften aankomen. Oh. Ik heb maar 2%. Even kijken hoeveel heb ik dan. 74 pen, wie is 74? Ik heb 0. 0, nice. Dan kunnen we verder rijden. Maar kom hier nog tussendoor. Wat een goos, ja. Zit jij recht achter mij? Ja. Ja, ik rij weer, man. Ik ook. Oh, inhaler, tegenligger, inhaler. Hij gaat jou ook inhalen. Ja, ik gun het hem. Al deze tegenleggers gaat hem niet lukken.
Oh, what the fuck, hey! Take a lekker, let op. Oh. Ja, nog iets te laat door. Nou, gast, haal me in. Ja, gaat nu. Oh, dan komt tegen lekker. Huts, hij raakt je voorbij. Hm? En hij tweet het naar jou. Ja, want ik geef ook vol gas. Maar hij haalt alleen van positief tweeten. Druk maffia, hoe dan moet je mee opletten. Hier is zeg maar mijn eerste waypoint, zodat ik weet dat ik goed rij. Is het nog druk voor jou? Voor me niet meer. Er komen weer wat tegenliggers aan. Hopelijk niemand die denkt laat ik eens gaan inhalen zonder te kijken. Hoi. Nou, hier zijn mijn tutor. Daar is jouw tutor. Oh shit, wat is dit? Spoorwegovergang? Is die open of dicht? Ja, oh, dicht, dicht, dicht! Nee! Rem! Nee, dat gaat niet! Nee! Oh, snel, snel, doorrijden, doorrijden. Kan ik nog? Kan ik? Ik kan nog. Ja, kom gewoon, kom gewoon. Oh, ik ben niet dood. Ja. Oh, het was gewoon een... Ah, nu gaat hij pas dicht, joh. Oh, we hebben echt geluk, ouwe. Ja, de mensen achter ons zijn wel gewoon netjes. Ja, ja, ja. Ja, ik kon niet meer remmen. Wat heeft deze gast? Oh, ik dacht eventjes dat het een moderator was of zo. Nee, we doen niks verkeerd. Waarom staan ze daar allemaal bij elkaar, joh? Oh, die zit te slingeren hier. Nu niet meer. Gewoon één disco lamp op me af. Nu is het rustig. Oh. Ik hou van rustig. Ja, voor de video niet. Maar dat komt zo wel, hoor. Oh, ja. What the fuck? Wat is? Ben je gecrashed? Huh? Wat deed jij? Ik zag in één keer die random event veel te laat, joh. Oh, een scherpe bocht hier trouwens, hoor. Oh ja, ik zie het. Oh. Remmen. Oh shit! Oh shit! Oh, soepel. Soepel. Ja, ja. Geen damage, geloof ik. Dat is ook iets gaande, alarm lichtjes aan. Ook achter ons. Mooi. We rijden namelijk langzaam. Ja, we rijden echt langzaam, want die stonden het allemaal stil voor die spoorwegovergang. Hier is iets loos, joh. Ook zie je. Zie je. Ah, super. Dat is ook zo raar, hè. Dat ook gewoon niet F7 doen ofzo, hè. Misschien probeert hij nog los te komen. Ja, dan word je misschien helemaal teruggeleid naar Duisburg ofzo. Ja, dat is waar. Naar Brussel of waar we in de buurt zijn. Nou, hij zegt ik heb 89% schade. Nou, hij kan op zich wel eruit komen. Maar... Mijn tir is... Oh. Redelijk scherp bochtje. Maar ik kan shit, joh. Je ziet je trailer ook echt in je spiegels zo de andere kant op gaan. Ja. Of nog doorglijden bedoel ik. Oh, hier is iets loos. Oh, remmen. Ja, te laat waarschijnlijk. Remmen. Ja, gas, ga niet blokkeren. Oh. Oeh. Ja. Oh! Oh shit. Wat? Ben je alsnog volgelukt? Ik had jou heel lichtjes aangetikt. Ah. Wat betalen? Ik kom hier een inhaler. Wat betalen? Ja, ja. Nooit geen geld. Oh, dik ongeluk achter mij gebeurd. En terecht. Zal ik die inhaler eens laten zweten? Oh. Oh, daar zit er eentje te driften. Oh, over de drem. Ja, oh, let op. Tokyo drift. Oh, er komt een inhaler. Inhaler. Oh, maar er komt ook een bocht. Ik maak het hem niet moeilijk. Ik doe gewoon mijn bocht doen. Dan wordt... Oh, tegenlegger! Oh, nee!
Gaat dat goed? Hij verongeluk. Nice. Even kijken, ja. Hij moest remmen door jou en toen ging ik hem rechts voorbij. En terecht, hier staat wat stil. Toen ging hij mijn trailer een kusje geven. Nice. Volle gas. Waar zijn we? Nederlanden. Ja toch? Zonder hè? Rijden we verkeerd ofzo? Ja toch, Nederlandse vlag daar. Rij op. Ja. Rij even in Maastricht ofzo. Oh, hier staat hij stil. Shit. Oh shit. Oh. Oh. Soepel. Kom maar, ik leg je dit tussen. Nee, paaltje. Oh ja, weer iets gebeurt hier. Oh, oh. Ja, en dat wordt een... Wow. Zo. Oh, ja, tuurlijk joh. Gooi hem er maar tussen, ja. Als die ons daarvoor ook proberen in te halen. Dat past precies, ja. Hallo, doorrijden. En jouw favoriete vrachtwagen is ook Scania, toch? Sowieso. Ja. Maar ik heb er nooit iets anders gereden eigenlijk in Eurotruck, denk ik. Niet? Nee, ik heb altijd wel snel een Scania gekocht. Ja, dat was weer zo'n kleine vrachtwagen. Mooi interieur, alles. Ja, ja, dat sowieso. Hier komen wat scherpe bochtjes aan hoor. Zo. Misschien een comment hieronder even laten weten wat jouw favoriete vrachtwagen is in Eurotruck. Alleen maar goed plan. En ondertussen begin maar te remmen voor deze bochtjes. Oh ja, oh, te laat. Ja, ik zie het. Ik zie zo, die zijn scherp joh. Oh, en deze gast haalt me in en die hey, joh. Ook nog, hè? En wacht even, je staat weer stil. Je staat weer stil, let op. Nee, ja. Oh shit. Oh. Mooi dit hoor. Oh. Ja, nu zit ik vast, hè. Oh nee. Ja, ik ga de weg afzetten voor je. Ja, regel jij de weg afzetting. Nee, ik kan alweer. Ja, geregeld. Maar iedereen ging hier dus, langs deze wat hier staat, gewoon links langs, hè. Voor hun. En ja, die kwam driftend op mij afgereden. En dat was een beetje een déjà vu, want dat moment kende ik nog wel van de vorige keer, maar dan zonder drift. Ja. Daar op scherp bocht hier. En dat was toen alleen 90% damage. En niet 16 zoals nu. Oh, 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 kan toch wel een beetje een bocht maken. Ging te goed? Heb ik iemand geraakt? Nee, 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 niet tegen jou. Iemand oh! Nou, dan had je mijn bocht ook nog niet gezien. Oh ja, nu knal ik wel. Oh, okay, ik zie hem straks wel weer terug. Ja, sowieso. Je staat wel iets stil in de bocht trouwens. Oh. Ja. Toet, toet. Oh, inhalertje. Yo, kom dan maar langs anders hoor. Ja, tuurlijk. Oh, ze staan in de berm, sorry. Oh, let op hier. Hey, een gast die gaat ook de berm in vanaf. Ja, pas op, Pietje. Oh. Ja, nee, luister. Gekke safe hier, niks aan de hand. Geen gewonden en doorrijden. Jij bent gesneuveld, geloof ik, hè? Nee, 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 ik ben gewoon rustig aan het wachten. Word ik er langs? Ja, nu ga ik er langs. Hoppa. Hier is voor mij in ieder geval een random event. Of ja? Ik zie een random event ook. Ik zag twee mensen op de weg staan. Oh ja, hier is inhaler, in ieder geval... Ik heb een random event inhaler. Oh, ik ben verongelukt. Nee. Wat ben jij? Oh, hij is... Ja, maar ze kunnen dat niet zien. Dat is zo kut. Oh shit, wacht even. Ik moet even iemand appen. Ik heb me 1:30 afgesproken. En dit is nu 1:55. Oh, ja. Ja, kan wel. Doe 13:45. Gaat dat goed? Oh, gaat het goed? Doe 13:45. We hebben nog een kwartier. Oké. Inhalen! Over hoe lang zijn we er trouwens? Zijn we er al bijna? We zijn er bijna, ja. We zijn er bijna. Ik ga hier op de bordjes kijken. Deze plekken ken ik allemaal. Oh ja, ik zie het volgens mij al. Waar jij net ergens verongelukte? Ja. Daar ben ik gesneuveld de vorige video. Voor die brug geloof ik nog. Waar jij zei, je kunt toch wel een bocht nemen. Dus ik denk dat we echt bijna zijn. Zit je eigenlijk een beetje achter mij, of niet?
Ja, ja, ja. Ik zie jou in de verte. Oké. Okay. Ik ben nu weer bij je. Soort van, ja, nu. Ah ja, ik zie je. Ik zit... Zo, er spande eentje in, hè? Ja, ik zag het ook. Ja, dat... Had je nou teruggekeken? Van wanneer, hoe bedoel je? Ik zei toch toen van, what the fuck, er spant er eentje hier in en oh, dan knal ja, 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 ik op... Toen zeg je, ja joh, ik geloof er niks van. Ik zeg, ja, kijk maar terug. Ja, is goed. Had je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja, hè? Ja, je had gelijk. Let op, caravan, man. En we gaan met z'n allen naar Zuid-Frankrijk. Lekker hoor. Daar kom je ook niet ver nu, hè? In Frankrijk. Of Oostenrijk is dat trouwens. Oh, remmen. Waarom? Die gast staat hier stil, joh. Wat? Tussen de oorsoepeltjes, hoor. Ga er ook rechts voorbij. Zie, hier is de Nederlandse vlag. Of is dat Luxemburg? Ik weet niet. Nee, Nederland. Nederland stond er geloof ik ook. Echt? Hier, wat is dit? Ja, oh, zie. Nederland-Duitsland, volgens mij. Ja. Nee! Nee! Oh my god. Ja, we zijn nu in Duitsland, maar we reden volgens mij net eventjes door de... Gekke drift hier. Ja, ja, gekke driftje. En nul gewonnen wederom, hè. Ik ga die trailer eens laten zweten van mij. Oh, oh. Oh, ik zie het. Nee, gaat goed. Hier is chaos, remmen. Jo. Gaat fout. Ja, gaat fout. Oh, nee! Nee! Gozer! Hoe dom kun je zijn, hè? En dan gaat hij ook nog... Yo, hoe is die chat? Hey! Klootzak! Tiefes vent! Je sterft, jongen. Ik rijd zo hard gewoon, hè? Tot mijn ruitenwissels aan zijn gegaan. Waarschijnlijk heeft hij wel wat gezopen, ja. Ja. Waarom gaat zijn trailer steeds naar links terwijl zijn auto gewoon recht blijft? Dat is volgens de voorschriften uit Rusland geproduceerd. Oh, wat gebeurt met jou? Ja, ik dacht ik geef hem even een pitje, maar ik heb nee, 51% nee, damage. Nee. Oh, okay. Oh, oh. Okay. Die scoort daarin gewoon recht op me af. Ja, ik zag het, mooi man. Oké, ik maakte ook een fout, ik had een beetje inschattingsfout, maar ik kon niet op tijd meer remmen. Oké, hier gebeuren gekke ongelukken door mij. Hier gebeuren... Oh. Ik ga hier even stoppen. Dus over... Wow, gekke ongeval hier. Ja, en ik zit er achter je. Even drinken. Heb ik dorst? Nee, maar ik ga zo sporten, dan moet je genoeg water hebben. Ja, dat is waar. Gedronken. En genoeg eiwitten. Ja, dat is ook belangrijk daarna, hè? Voor de bicep. Oké, dan gaan we een volle snelheid vooruit. Rijd je nou met een dubbele trailer of gewoon een super lange trailer? Maar dubbele kan niet, man. Super lang. Ah, dat is weer die gekke Rus hier. En hoppa, ongevalletje. Hey, ja. Met je vodka erbij. Wee, yo, soepel, zag je die? Lekker, ik zeg toch gewoon volle gevaar vooruit. Ik ga ook gewoon, ik ga dezelfde move als jou doen. Sowieso. Ja, rechts. Hoi, hey, ik heb ook een gekke move gedaan. 100 km per uur is er niks bij, hoor. Hoppa. We gaan even linkerbaan. Tegenligger, maakt niks uit. Yes. Autootje. Oh, remmen, nee, kut dat kruispunt hier. Handrem erop en remmen, hoor. Nee, handrem kan niet, dan blokkeer je wielen niet door. Dat kruispunt is weer vol hier. Oh, ja, ik zie het. Hoe dat kruispunt is hier veranderd. Wat is er veranderd? Ja, er staan allemaal dingen op. Nee, kut. Oh, soepel. Wat staat erop dan? Kut. Ja, nu blokkeer ik je echt alles, hè. Oh, ik zie het, ja. Waarschijnlijk om het wat meer gereguleerd te maken, omdat hier echt chaos was. Ja, dat denk ik ook. Nu ook, oh, als ik hier zo ja, reed. We moeten nog naar een T-splitsing, hè? Komt er nog een T-splitsing? Ja, toch? Of was dat deze al? Okay. Nee, er komt er nog een, waar we toen zo lang vast stonden. Bij het, vanaf de... Oh, ja. Vanaf het tankstation tot deze hier.
Hier ben ik voor de eerste keer gekeken toen. Omdat ik hier zeg maar tegen het verkeer en door de berm reed. Ja, klopt. Dat was hier dikke file. Hé hey, joh! Begin nog maar alvast te remmen. We moeten daar een bocht van 90 graden naar rechts maken. Oeh, vrachtwagen komt wel erg snel aangereden. En ik glij hem recht, maar... Lukt het? Ja. Ik ga even de tijd wachten. Oh jawel, nu lukt het wel. Als je op V drukt, dat stond er ook. Druk op V om iets te doen. En dan lukt hij zeker, jongen. De differentieel. Begin maar te rijden hoor. Dan kom ik. Ja. Ik haal je even in hoor. Ik ga ertussen. Wat doe je? Kijk, je laat me niet ertussen. Jawel, ik rijd toch. Kom, kom. Oké. Okay. Oh shit, handen erom ingeschakeld, nee. Kut. Zit deze gast nou gewoon te vechten met jou op een plek? Soort van, hij wil wel heel graag voorbij me. Snijk hem af hoor. Dan moet even normaal weer. Ben ik niet gewend van hem. Oh, je begint te lag alweer. Ik of jij? Nee, ik. Of allemaal. Mijn FPS dropt hem. Ja, komt omdat de aankomst is. Je rijdt echt dwars door een random event heen hier, hoor. Het ziet er zo raar uit. En dit is het einde van de video. Ik ga iedereen bedanken en ik ga hem hier tussendoor slalommen. En dat gaat zeker weten goed. Ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Oh! Netjes. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. En zoals Appie altijd zegt. Goedemorgen. Goedemorgen. Joejoe.